Ben jij ook naar die Wall of Fame geweest van de week bij de KNVB? Jij bent toch ook international geweest? Bij Oranje? Eén keer toch? Ja, toch? Jij hebt toch één interland? Ja, daar hebben we er nog spijt van. Nee, maar van de week werd daar een Wall of Fame geopend. Hè? 1400 namen erop, allerlei mensen, ook dames, zaalvoetballers, internationals, nou, van alles. En daar komt altijd volk op af waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Hè? Nou ja, kijk, maar het is een prachtige band. Ja, maar Van Gaal was er ook. Kijk, Van Gaal is er. En daarnaast staat... Die geen internationaal is. Marcel staat er ook. Ja, kijk, nou, Peter Houtman op de achtergrond. En Marcel had er weer zin in. Dat ja, is Marcel zien, is zaalvoetbal international. Ja, oud-international ook, Marcel, of niet? Ik ging erheen. En ik heb er gestaan. Ik had inderdaad niet zoveel zin meer toen ik daar op dat veld stond. Ik belandde op een veld bij Zeist. Met honderden oud-internationals, waarvan je de meeste niet herkent... omdat ze maar heel weinig wedstrijden eigenlijk hebben gespeeld in het Nederlands elftal. Ik had een gesprek met een man met een kaal hoofd. Die had ook in het Nederlands elftal gespeeld. Ik wist alleen niet wie het was. Hij zei, hoi. Hoi, zei ik terug. Hij zei, ik woon tegenwoordig in Eerbeek. Ik zei, nou ja, leuk. En hij zei, ja, ik voetbal vaak met kinderen voetbal op straat... met de kleinkinderen van Karel Albers. Hartstikke leuk. En ik wist nog steeds niet wie het was. Dus ik vroeg aan hem, wat is eigenlijk je mooiste interland? Toen zei hij, ja, die ene. Dus toen wist ik het eigenlijk nog niet. Maar ja, toen stonden we op dat veld. En toen begon het. Ronald Koeman werd naar voren gehaald, toen een goochelaar. En hij moest een getal uit zijn hoofd, uit een mandje pakken. En die goochelaar moest raden welk getal het was. Nou, het was het getal 41. Je wist eigenlijk al wel dat die goochelaar dat goed ging raden. Dus toen stonden we er nog een tijdje. Ik heb nog wat gepraat met Ernie Brands. Die hing daar ook met een plaatje, maar die ging pas achteraf. Hij zei, ik ga pas kijken als iedereen weg is waar ik rang. En alle oud-internationals doken eigenlijk daar in dat monument... om zichzelf te zoeken. Dat heeft ook iets treurigs, vind ik dan. Als je een interland hebt gespeeld en je moet dan jezelf daarna gaan zoeken op zo'n plaatje... dan word je als grote voetballer in één keer ook heel klein. Wat verder opviel waren dat er 100 supporters waren. Die werden ook geëerd. Dat waren mensen die meer dan 100 interlands hadden bezocht. En die groeten elkaar ook allemaal. Eigenlijk kennen ze elkaar beter, hier zie je ze, dan de spelers. Dus ze feliciteerden elkaar ook dat ze op die wand stonden. Ze wezen zichzelf ook aan. Ze soms lang zoeken, maar dan hang je er wel met je naam. En zo ging dat die bijeenkomst nog een hele tijd door. Hier gaan ze met z'n allen op de foto. Toen wilde ik al wel bijna naar huis, maar toen duurde het nog langer en nog langer. Iedereen wilde in dat monument. En toen iedereen erin geweest was, toen ging ik ook weer naar huis. Dan kwam het eigenlijk wel op neer. Oh ja, Hans van Breukelen was er ook. Hans van Breukelen was er ook, hè? Ja. Die had nog een KNVB-pak aan, dat is echt waar. Nee. Terwijl die er niet meer werkt. Moet je maar eens opletten, precies dezelfde kleding nog. Maar goed, die had hij waarschijnlijk nog liggen. Dus ik heb daar ook niks van gezegd. Nee, daar staat hij gewoon, Hans, ja. Hans, iets minder succesvolle periode dan hij eigenlijk gehoopt had, denk ik, bij het Nederlands elftal. Maar na afloop spraken we hem ook even. Daar zei hij het volgende over. Bij ons programma Veronica is het veel over u gegaan. Wat vindt u daarvan? Is dat zo? U heeft het niet gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Nee, ook niet meegekregen? Nou ja, natuurlijk krijg je wel eens wat mee. Maar goed, dat is eigenlijk heel normaal als je in een functie zit zoals ik. Dat er heel veel over je gesproken wordt. En de manier waarop, daar mag iedereen toch zelf weten. Ik ben heel erg blij dat het natuurlijk met Nederlands voetbal goed gaat. Want het gaat niet zozeer om mij of om personen. Het gaat uiteindelijk dat het Nederlands voetbal ons allemaal weer trots maakt. Nou, en onder Ronald, zijn nieuwe staf en de spelers, ook eigenlijk een nieuwe lichting. Ja, kunnen we toch wel weer blij op de tribune en voor de televisie zitten. En waarschijnlijk komt dat omdat ik er weg ben. Aparte man, hè? Hoezo? Nou ja, hoe die er altijd in staat, weet je wel. Dat is... Ja, maar ook een lieve man. Ja, absoluut. En een lieve correcte man. En je gunt hem alles. En hij pakt het altijd verkeerd aan. Je kunt van tevoren kun je al vaststellen, dit wordt niks. En dat was nu weer het geval. Ja, maar hij heeft er nu weer een boek over geschreven. Dat schijnt... Ja, heeft hij weer een boek over geschreven, ja. Enorm succes. Ja. Ja. Zit je te lachen? Ja, nee, ik moet er lachen, sorry. Ja. Heb je het boek gelezen dan, of niet? Nee, helemaal niet. Nee, dat is het met Hans' boek en niemand leest het ooit. Ik zag weer ergens een bericht dat het een bestseller was of zo. Dat het heel goed ging. Nou, ik heb hem ergens in de hitlijst zien staan, hoor. Nee.
Nee, weet je wie er ook was? Andries Jonker. Kijkt hij nou wel? Volgens mij kijkt hij niet naar ons programma, toch? Ja, ik kan er niks van vinden, want ik kijk nooit. Nee, dus... ja, die kijkt dus niet. Ja, nee. Wat deed hij daar eigenlijk, denk jij? Hij is assistent bondscoach geweest, toch? Of, staat hij ook op die muur dan? Iedereen die iets met Nederland zelf te maken heeft... Andries Jonker staat ook op die muur? Dat denk ik wel. Nou, dan heeft die muur geen enkele zin. Wat zeg? Maar ja, het is ook een beetje zo'n muur als die je wel eens op begraafplaatsen ziet, hè? Ja. Waar dan die mensen die omgekomen zijn... Ja, in Amerika heb je veel van die jongens die in Vietnam gesneuveld zijn. Ja, zo'n muur. Maar goed, jij staat er ook op die daarom, muur dus. Ja, daarom. Dat wou ik net dan haal jij jouw dingetje weg daar. Ja, ja. Kan ook zijn ik dat... vind het niet appetijtelijk, moet ik zeggen. Heb jij een wat groter plaatje, Jan? Klein baanje schrijf je erbij. Moet je me afreageren, hè? Download nu de Veronica Insight app en dan zien we elkaar daar.